rakker. Hé. Hey. Rode rakker. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is vandaag woensdag. Het is 31 januari. Het is regenachtig. Het is winderig. Of de zon doorkomt, weten we niet. Nee, dat is hier altijd maar aan de kust afwachten. Ik krijg straks bezoek. En nog eentje op bezoek. Geen prettig bezoek. Het ene wel, maar die helpt me. Het andere, ja, oké. Ik kom een beetje soms raar over. Soms is hij goed. Het is maar denk ik net met welke been hij het bed uitstapt. Ja, denk ik. Maar, ja, dat... Maar dat wachten we wel even af hoe dat allemaal rijlt en zeilt. En ik ga zo even een bakje koffie maken. En nog een broodje pakken. Vannacht zo wat we niet geslapen. Ik ben vannacht nog beneden, tenminste vanochtend, beneden geweest. Ik heb vanochtend ook nog een broodje gegeten, vanochtend heel vroeg. In de hoop dat ik dan kon slapen. Nee. En nog eens nee. Maar ja, kan ik niet mee zetten. Dan ga ik vanmiddag nog wel weer even een uiltje knappen. Want ik ben echt wel gaar en bek af. Maar ja, je moet er netjes bij zitten, vind ik. Als je gasten krijgt, of tenminste mensen op bezoek. Dus ja, dan maak je het toch ook op. Al is het maar bij wijze van spreken voor anderhalf à twee uurtjes. Maar dan zien we dan wel weer. Mijn hondje die is al buiten geweest. Die ligt nu op de bank alweer voor pampers. Die Russische blauwe, die prinses, die rode, die hebben vannacht om de avondklap ook ruzie gehad. Dat was onvoorstelbaar. Zij iedere keer blazen. Nou, een paar keer rechtop in bed moeten zitten om ze een beetje te kalmeren en rustig te houden. Omdat, maar ja, wat doe je er aan, hè? Ja, het zijn geen kinderen die bij wijze van spreken net als vroeger, wat er met ons vroeger gebeurde, dat we met de koppen tegen elkaar aangeslagen werden, ja. Kan je bij een dier niet doen, ze zijn ook niet wijs. Het is de natuur, hè? Ja. Kijken wie het sterkst is. Nou ja, ondanks dat zij tenger is, wint ze iedere keer, hè, die Russische. Blauw, ja, mijn prinsesje. Maar ja, zij degene, die wordt woest als er maar eentje te dicht bij haar in de buurt komt. Ja, dan begint ze te blazen. Malmeisje, ja. Malmeisje, jij ja, bent malle. Ik heb het over jou, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, degene die werken moeten nog aan het werk zijn, werk ze. Doe je best. De scholieren, ook je best doen. De zieke beterschap. Ja, hey, iets zwaars te doen dan ja, ook sterkte met alles. Net zoals ik dus. En we spreken elkaar vandaag wel weer. Tot later. Ja. Eindelijk maar toch. Er is een nieuwe vlog onderweg. Ja. Ik zeg altijd, ik ben hem aan elkaar aan het vastlassen met dat programma. Ik heb hem nou in dat videopad zitten. En hij is nou net bezig. Ja, eindelijk maar toch. De vlog die al op YouTube had moeten staan. Die is nou bezig, ja. Hij is nog maar aan het begin. Maar... Waar is het dingetje? Door. Ja. Goed, hè? Dat, maar ja. Ik laat hem lekker lopen. En ik ga eventjes horizontaal. Want ik ben kapot. Ik ben back af. En het was even een zwaar gesprek. Ja. Aan de ene kant vind ik het niet leuk. Maar ja. Ik zal toch moeten.
Maar in ieder geval, dat doet er niet toe. Dat is, ja, iets tussen hem en mij. Dat, ze zeggen, een hele fijne middag. Het is, even zien, hoe laat is het? 14:08, dus 8 minuten over 2. En het is woensdagmiddag, de 31ste januari. En ik ga het lekker even een tukje doen. Ja. Ik laat het licht gewoon hier aan. De deur is op slot. Er kan lekker niemand in. Lekker ja. En dan hoort mijn hondje het wel. Ja hoor. En die begaat dan tekeer. Hoe wil je niet weten? Hij kan zo lief zijn. Maar hoe gaat hij tekeer als er hier een vreemde binnenkomt? Dan zou ik me maar even verbergen. Want hij pakt je. Ja. Dan is het geen lief hondje meer. Hoe lief die er nou ook bij ligt. Maar nee, dan niet. Maar ik zou zeggen, tot later vanavond. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is vandaag 31ste. Morgen is het alweer februari. En wat dacht je wat? Ik kreeg vanmiddag een brief. Een uitnodiging van Jarden. Omdat mijn mannetje dus vorig jaar is overleden, word ik uitgenodigd om op 14 februari, 's avonds, bij de uitvaartcentrum, het voormalige uitvaartcentrum, want ik geloof dat die inmiddels ook al verhuisd is, wat ik begrijp ook uit die brief, waar mijn man is gecremeerd, eens bij Schagen Kochen. Nou zoek ik iemand die met mij mee wil. Ik ga morgen eerst ook even bellen nog. Ik heb al eentje gebeld, nou die kan niet. Ik heb nog één optie, als die ook niet kan. Tja, dan zit het er dik in dat ik niet heen kan. En daar baal ik van, ik ook al verdriet om. Ja, ik hoop dat die kunnen. En anders ja. Ja, ik zit er nog eentje te denken, maar ja, die heeft ook zijn werk. En die moet ook 's nachts werken en 's avonds werken en dan weer overdag. Die heeft die ploegendienst. Dus ja, ik weet het niet. Maar ja, anders ga ik hem hier herdenken. Ja, simpel. Dus, maar in ieder geval, die rode wil eruit. Dus dat gaan we eerst even doen. Daar zit meneer. Marauw, zegt hij al. Ja, marauw, hè? Ja, marauw. Nou, hobbelen dan. Zo, die is eruit. En die andere meneer die ligt daar. En die mevrouw die zit op de kachel. En waar mijn prinsesje is, die is boven, denk ik. Want die zie ik hier niet. Of achter de bank, op de vensterbank. Ja. Ik ga sluiten. Ja, ik ga andere dingen doen. Weer een vlog in elkaar zetten. En dat wordt deze vlog. Deze komt er nog achteraan. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Dit is zo mooi. De maan staat dichter bij de aarde dan normaal. Ze noemen het de blauwe maan en ergens anders schijnt die bloedrood te zijn, ergens in het buitenland. Dat, ja, kun je toch nagaan hoe verschil de natuur is. Oh, daar gaat die, oh, nou zie je hem, oh, wat mooi, even goed, hè. Hij zit achter de wolken. Maar het is ook zo koud. Dit is ook zo mooi ook. Echt gaaf. Zo mooi, zo mooi, zo mooi. Kijk, dan komt die witte voorschijn. In dat wolkenmassa. Mooi, mooi, mooi. Hè? Kijk eens. En fel dat hij is met je blote ogen. Oh, bliksem. Maar hij is ook zo mooi.
Nou, die wolkjes even nog verder naar beneden zakken. Dat die alleen nog in het donkere staat. Hoe vinden jullie dat? Is dat niet gaaf? Echt zo mooi. Het lijkt wel een hele grote ster. Echt heel mooi. Maar ja, het is echt ook zo koud. Dus ik... Zo, nog maar even een keer. Eventjes filmen. Eventjes wat dichterbij halen. Hij is en blijft mooi. Ook al gaat hij achter de wolken schuil, het blijft een mooi. Ja, echt wel. Ik kan hem ook niet te dichtbij halen, want dan gaat het van die pixels opleveren. En dat is helemaal afschuwelijk. Dus maar eventjes zo voor jullie. Sta ik in de kou. Echt zo mooi, zo fel. Ho, hier blijven. Lekker de tuindeur open. Mooi, hè? Echt heel mooi. Die wolken er zo erbij, in een cirkeltje eromheen. Lijkt wel een poppetje. Super, maar ik stop weer. Deze komt er. Ja, een hele goede middag. Het is donderdagmiddag. Het is 12:38. Het is 1 februari, geloof ik alweer. Even kijken hoor. Ja, 1 februari, klopt als een bus. Dus ja, ik hoop dat jullie mij een beetje zien. Ja, zien jullie mij? Dat was mijn hand. Sorry. Ik ben met koffie bezig. Mijn huishoudelijke hulp, die kunnen elk moment komen. Ook haar kopje heb ik al wel klaarstaan. Ik ben bezig met de vaatwasser. Ook dat moet gedaan worden. Dat moet toch weer een plekje hebben. Ik ben aan het leeghalen nu. Dat kunnen jullie even niet zien. Dat keer daar naartoe. Daar nog een beker. En die twee heb ik nodig. En dan is die leeg, hè? Ja, dan is die leeg. Zo, dan kan dat in het kastje netjes. Andersom, zo. Moet ik even hier staan. Ja, vrouwtje komt. Even geduld. Ik laat jullie even staan dit keer. Ja, even zo overkomen. Zo, kom maar op. Zo. En daar was ik weer. En ja, dan kan deze gevuld worden. Nou. Ja, puntjes omhoog, want anders gaat de boel erin kapot. Je moet gewoon erom denken als je het weer leeg haalt. Ja, met vorken is een dito altijd leeg. Met de punten omhoog. Want anders gaat je mandje kapot of je vaatwasser, want het beschadigt. Ja, dus dat gaat gewoon zo erin. Niks om aan te merken. En ik heb vanavond nog een bord erbij. En die kan daar over dat stukje uit. Dat is nog lang en niet vol. Hup. Dat kan er bovenin. Zo, daar. Hoppla. Zo.
taffeta. En dan moeten de glazen nog even opgeruimd worden. En dan. Joepie. Zo. Ook weer netjes achter de deurtjes. Ja, mijn kastje is netjes hoor. Vind ik zelf. Dus onderin. Middels de plank. En de bovenin. Ja, daar behoort die grote stolp nog te staan met die koetjesreepjes erin. Die komt er bovenin, maar het kan dan niet op elkaar staan. Nee. Helaas kan dat niet. En dus. Maar ja, ik zal zeggen. Oh ja, dat bakje moet nog in de vaatwasser. Dat moet nog opruimen. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele, hele, hele fijne middag. Ik hoop dat bij mij de hoofdpijn wat overgaat. Want ik heb het gevoel dat ik scheel zie. Maar ja, doet er niet toe. Ik ga deze kant verder. Want ik wil vandaag ook een begin maken aan de volgende vlog. En ik wil een begin maken boven aan de logeerkamer op te ruimen. Maar dan moet eerst mijn huishoudelijke hulp even het een en het ander doen voordat ik zelf daar ook wat kan doen. Ja. Want ik ga niet laag bij de grond iets doen. Nee, dat kan mijn ruggetje en mijn beentjes niet aan. Maar het komt allemaal goed. Want de logeerkamer moet in ieder geval voor de 19e klaar zijn. Ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne dag. Geniet ervan. Hier is het, het zonnetje schijnt. Ik zie blauwe lucht. Ik zie wolkjes. Maar ik zie ook een buurman lopen met een dikke winterjas aan. Dus het kon wel eens koud wezen. En ik zie plassen, dus ja, het heeft ook al geregend, dat weet ik ook wel. Omdat ik er laat uit ben, weet ik dat wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later, tot vanmiddag, tot vanavond, et cetera. Doei, doei. Ja, jij een beetje ondeugend zijn? Ja. Mag er niet. Niet voor poesjes pikken. Ja, heeft meneer zelf een toetje in zijn bak? Wat hij dolgraag lust, laat een gedeelte staan en wilt hij het stelen van de poezenbeestje. Ja, die ook, want een schoteltje had die ook dus het lekker vindt. Wilt hij daarvoor stelen? Nee, eigen bak leegmaken. En niet stelen van een ander. Nee, mag niet. Nou, ik heb beter ook voor mijn neus. Ja. Ik heb een lekker prakje klaargemaakt. Wat lekker is, dat past allemaal bij elkaar, zeg ik. En ik had niet zin om te koken, maar toch iets lekkers. Ja, doppertjes met champignonnenragout, dat door elkaar heen. Lekker. En een kipsnitzel, ook lekker. Ja. Dus dat zal best wel smaken. Wijntje erbij, witte. En de koffie is onderweg. Ja. Dus dat zal weer best gaan smaken, denk ik. Ik zou zeggen, een hele fijne avond. Doei, doei, doei. Hé, hey, kan je? Mijn rode rakken, mijn rode dakkaas. Hé, hey, ja. Yeah. En daar zit ons prinsesje. En daar komt ons hondje aan. En achter de bankleuning, als jullie goed kijken, zie ik jullie nog een zwart-wit koppie. En die wil niet naar buiten. En ze is wel aan het gek doen iedere keer, maar ze blijft maar verkouden. Is ze ademt zwaar. Dat, ja. Ik weet het ook niet. Maar ja, ik zou zeggen een hele goede middag. Of is het nog geen middag? Mijn mouw is te lang. Ja, hebben jullie dat ook? Het is 11:57, bijna, nou ik laat het zo. En het is de 2 februari 2018. Ik ga koffie maken. Vinden jullie dat goed? Ja, 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 dacht ik ook. Dat daarna, en ik ga een broodje klaarmaken en ik ga witlof snijden. Dat zou ik gisteren gedaan hebben, maar de hele dag liep een beetje anders.
dan verwacht had. Want de hulp voor mijn huishouding is ook niet geweest. Nee. Ik denk, wat blijft ze nou toch? Dus ik geef haar een appie. Ze zegt, nou hebben ze je dan niet gebeld? Ik zeg, nee. Ik zeg, wat is er dan? Nou, ik bleef vanochtend daar en daar voorstaan met de auto. De auto wou niet verder. Ze zegt, dus ik moet alles regelen om weer thuis te komen. Ze zegt, ik kon gewoon niet verder. Nou, oké, ja, jammer, dat kan gebeuren. Dat komt ze dus vandaag om 1:00. Nou ja. En mijn vriendin, pleegzusje, ja, een namaakzusje, ik noem dat de pleegzusje ook. Die komt weer en blijft weer lekker eten. Nou, witlof dus. En dan komt er nog een en dat is een Facebook broertje. Maar ja, wat doet het toe? Facebook pleeg, het is allemaal niet echt, maar wel leuk. Dat die komt, want die wil kennis maken weer met mijn zusje. Nou ja, zo gaat het dan door, hè? Dat roleert dan. En ik zie, ik moet een plantwater geven. Ja, ik heb zo goed planten verzorgen, maar niet heus. Daarom heb ik dus zijde. Ja, en die, daar heb ik gekregen. Nou, die hangt er vlak bij. Dus die moet ik er even weghalen. En dan kan ik hem eventjes water geven. Nou, er is dus, oh ja, op tafel staat ook nog een echte. Maar ja, die moet naar boven, naar de kou. Ja, en dan moet ik hem af en toe besprenkelen met een plantenspuit. Nou, dat komt wel goed hoor. Eerst boven de boel even klaar hebben en dan komt het wel. Hé meisje, ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen bedankt en fijne middag. Maak er wat van. Het is hier vreemd weer, want het was dan net strak blauw en het is nou bewolkt. Ja, er komt bewolking overdrijven, dus we zien wel wat er gaat gebeuren. Je weet het maar nooit hier aan de kust. Ze zeggen er komt regen aan, ja, boven de zee van net hier buiten. Nou, lekker. Dat ik zou zeggen, geniet van je dag. Doei, doei. Ja, zouden we genoeg hebben aan witlof? Ik weet het niet, ja, ja. Dacht het wel. Ja, het slinkt natuurlijk heel erg, zoals iedereen weet. Maar ja, ik weet het anders ook niet, hè. Nee. Ik weet het anders ook niet. Daar ging de buurvrouw. Ja, die is verpleegkundige en die is pedicure, weet ik veel wat het allemaal is. Maar in ieder geval, ja, ik hoop dat we daar genoeg aan hebben. Het slinkt natuurlijk heel erg, maar ach, voor twee personen moet het lukken willen, toch? Ja. En ik hoop eigenlijk dat ik weer overhoud, want dan heb ik weer zelf een klikje. Ja, dat is lekker weer, lof. Maar in ieder geval, ik ga verder. Ik zal er water op doen, ik zal er zout op doen en voor het overkoken een klontje boter. Ja, dan kookt het namelijk niet over. Echt waar. Dan gaan we het opzetten. Ja. En voor het sputteren en het doen, dan doe ik altijd even een paar doeken eromheen. Ja. Maar in ieder geval, ik zag wat lopen hier. Ja, dacht ik al. De prinsesje. Kijk, ja. Hé hey meisje, hé hey mijn prinsesje, wat ben je allemaal aan het snuffelen? Maar oké, lieve mensen, ik zou zeggen, ik ga verder aan deze kant. Het is 12:34, rond de 1 uur komt sowieso, nu zeker weten, anders had ik het alweer gehoord, mijn huishoudelijke hulp. Ja, dat, nou ja, en dan komt ook meestal rond die tijd mijn zusje, ja.
En daarna, ja, ik weet niet hoe laat mijn broertje komt. Nee, weet ik ook niet. Ja, ik, familie heeft voor het kiezen, zeg, die krijg je. Vrienden heb je voor het kiezen. En dan krijg je zulke goede vrienden in ene. En die ja, dat schept zo'n band. Dat het meer voelt als broer-zus, die je eigenlijk mist. Die je niet meer hebt omdat ze je niet zien staan. Dan vrienden eigenlijk, ja. Het klikt zo goed, het is zo hecht. Zo hecht had het met mijn broers moeten zijn. Ik heb twee broers boven me en die... Ja, die zie ik nooit. Ja, kan er ook niks aan doen. Ze moeten mij niet. Ja. En anders moet je een gesprek aangaan van, nou ja, pak een beet nu al dik 40 jaar geleden. Nou, ik ga niet in het verleden spitten. Ik kijk naar nu en naar de toekomst. Hoe ik er nu voor sta, dat boeit me vele malen meer dan wat achter me ligt. Ik ga niet terugkijken. Ik heb nog genoeg om op terug te kijken en dat is mijn mannetje die er niet meer is. Ja, de mensen die mij dierbaar zijn. Die er niet meer zijn. Daar kijk ik nog graag op terug. Maar voor de rest doorgaan. Ja. Maar in ieder geval, ik ga nou door met de groenten. Ik zou zeggen, tot vandaag, tot later. Doei, doei. Ja, goedenavond. Ja, ik had dus vandaag bezoek en niet aan het vloggen toegekomen. Nee. En Moentje heeft lekker eten gehad, hè, schat. Ja, liefie. Ja, is het lief, hè? Ja. Lekker, hè? Eventjes kriebelen. Ja, ik heb vandaag wel gevlogd. Maar niet dat ik bezoek had. Nee, dat... Niet meer aan gedacht, druk gehad, van alles te doen, et cetera. Dat, sorry daarvoor, maar ik ben er nu weer even om jullie een hele fijne avond toe te wensen. En morgen moet ik weer even de stad in en ik heb dan weer wat dingetjes te doen. Dus dan neem ik jullie sowieso ook weer mee. Dat, ja, het komt allemaal echt wel weer goed. Ja. Boefie. Hij is zo lief, hè. Ja. Ja, we hebben nog een lieverd. Hè, we hebben nog een lieverd, of niet dan? Hè, meisje? Prinsesje van me. Ja, hè. En die andere ligt weer op de kachel, zoals een oud. Ja, ze is wel fit en ze speelt en ze doet, maar ze komt amper buiten. En de afgelopen nacht, nou, ze was echt zo vol. Hé? Koek, koek. Oeh. Kan hele duivenei in. Ja. Yeah. Dat, ja, lieve mensen, ik zou zeggen, een gezellige avond, geniet ervan. Misschien leuke dingen voor jullie op de televisie, ik weet het niet. Ik ga het een en het ander doen en straks, en dat is het nog niet, hebben we om 8 uur weer natuurlijk goede tijden. Slechte tijden dat ik graag mag zien en... voor die tijd, even voor de computer. Ga even naar YouTube, even naar jullie toe en dan komt het allemaal goed. Doei! Goedemiddag, rode rakkertje. Goedemiddag, rode rakkertje. En daar is mijn prinses. En mijn andere dametje is daar. En mijn hondje is buiten, ja. En ja, het is al laat, het is 5:08. Ik ben ook heel erg laat, ik zit nog ook lekker in mijn pyjama, want ik werd, tenminste ik had vannacht weer eens een keer niet geslapen. Ja, maar nu slaap ik wel. Boeit me ook niet, nee.
Dat ik vanochtend later wakker werd, had ik heel erg hoofdpijn. Dat ik ben mij omgedraaid, ik ben weer in slaap gevallen en ik ben om 3 uur wakker geworden vanmiddag. En nog steeds knallende hoofdpijn, ja. Migraine noemt men dat wel. Maar ja, migraine, dan leg je een paar dagen in donker. En dat ben ik ook dus blijven leggen, in donker. Om het in de hoop wat te laten zakken, medicatie hier genomen. Het is wel iets gezakt, maar ik heb nog het gevoel dat ik schil kijk van ellende. Ik ben ook boven eventjes al bezig geweest met de logeerkamer, want die moet opgeruimd worden. Ben ik al mee bezig geweest. Het, ja, het is trouwens nu zaterdag. Ja, het is 5:10 nu. Het is langer licht, jongens. Merk ik nou pas. Ha! En heel wat langer licht ook. Nou ja, wat zei ik? Het is 5:10, het is zaterdag en het is 3 februari. Ja, 2018. Ik wou weer terug in de 19 jaren, weet je wel. Maar nee, mijn hondje die gaat weer eens een keer tekeer. Oh, man. Eens even zien wat die nou weer heeft. Daar was die al. Zo. Wat was er nou te blaffen, meneertje? Hé, wat was er te blaffen? Wat was er dan te blaffen? Deden ze je kwaad? Nee, toch? Nee, echt niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik had vandaag ook een vlog in elkaar willen zetten. Maar ja, jullie weten een beetje van mijn gezondheid. Jullie weten wat ik mee heb gemaakt, dus ja, ik zie wel wanneer ik daarmee begin. Het is een beetje lastig allemaal, ik moet eerst weer even een beetje weer opklimmen. En dat duurt, denk ik, ben ik bang nu al eventjes. Af en toe doe ik iets wat en af en toe doe ik helemaal niks. Moet kunnen, toch? Maar ik wens jullie wel allemaal een hele fijne weekend. En ook God zegen en weet ik veel, vul het zelf maar in. Ja, als jullie maar gezond blijven en vooral blijven vloggen. Ik probeer het ook ondanks alles gewoon doorgaan. Ja, ze zeggen tot later. Doei. Ja, een goedemiddag. Wauw. Ik zie wat en ik weet niet of ik dat krijg te zien. Oh jee, nee, dat gaat niet. Ik zag ineens zomaar spontaan een vliegtuig. Heel laag. Ja. Of jullie hem hebben gezien? Ik weet het niet. Nee, want ik zou op haar even inzoomen. Maar, ja. Het is zondagmiddag. Ik weet niet eens niet hoe laat. 3:30 vermoed ik. Nee, later. 4:15. Ja, ik ben nog niet optimaal, maar doet het niet zo. Nee, er is er nog eentje niet optimaal. En dat is die kleine zwart-witte. Ja, het is gewoon weer een vreemde dag. Het is koud. Dat ik wel. Het net sneeuwde. Het was wel natte sneeuw. Het sneeuwde. Ja, geweldig. En deze kleine stakker die is zo vol. Koek. Ja, ze ademt heel moeilijk. Het is, valt nou nog wat mee nu, maar er net boven, nou, borrelde gewoon. Hé, meisje, hey. En toch, ja.
horen jullie dat? Ik vind het zo zielig, hè? Wij mensen kunnen beter wat hebben dan een dier of kleine kindertjes die nog niet kunnen praten. Ja. En dan de dieren, ja, die kunnen ook niks zeggen, hè? Ja, mijn hondje is weer eens buiten. Maar het is helemaal niks aan het hele weer, niet, echt niet. Maar ja, het zou weer winteren, hè? Dus het is afwachten. En hier, oh ja, meestal trekt het hier voorbij. Maar soms ook weer niet. Ja, kan je niks aan doen, hè? Nee. Nou, hondje, kom je binnen? Oeh, die deur. Dat had mijn handen getrokken moet, maar niet. Hé? Hé. Is het koud buiten, man? Is het koud buiten? Ja, hé. Is het koud buiten, hè? Ja. Oh, het is ook koud buiten, hè, man. Ja. Nou, hier is het lekker warm bij de kachel. Ja. Maar oké, daar zit ons prinsesje nog. Ja, miauw hé, ja, pogeltje dikke, ja, ook zo'n liefetje, ja, ook zo'n liefetje, maar bij tijd weigeren, oeh, de andere twee mogen dan geen stap verzetten, dan is het grommen en blazen en tieren en doen, ja. Maar oké, in ieder geval, dan wordt daar druk verhuisd. Er komen nieuwe mensen te wonen bij het huis dat de vorige keer leeg ging. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie zondag. En maak er wat leuks van. Ja, ga ik ook proberen, ondanks dat ik nog lang niet in orde ben. Ik probeer er wat van te maken. Ja, doen we. Ik zou zeggen, tot later. Hé, hey, kerel, het is al donker. Ja, ja. Ja, het is al donker. Ja, dat heet je, als het al 7 uur is geweest. Ja. En ik moet even voor mijn hondje gaan zorgen, want die wil eten hebben. Ja. Dat die krijgt normaal gesproken rond 6:30. En nou is het al 7 uur geweest. Maar ik heb het weer eens een keertje druk op Facebook. Ja, ook dat. Maar ik ga even eten halen voor hem, voor mijn hondje. Dan ben ik er weer. Even geduld. Ja, moet ook gebeuren, hè? Ja. Hondje moet ook eten. Ja, en vrouwtje moet zo meteen eten. Kom je? Kom je? Kom maar. Kom maar, kom, kom, kom. Kom maar. En dan zullen we even heet de kraan laten lopen, hè? Ja, moet heet zijn. Ja, lieve vrienden, dat het moet heet zijn. Tenminste, heet, heet, warm. Maar het is nou nog koud. Ja, en ja, ik wil ook vanavond om 8:00 natuurlijk RTL 4 kijken naar Moordvrouw, waar Wendy van Dijk in speelt. Dat vind ik een prachtige serie. Dus dat is eventjes lekker voor mij, dat ik eventjes niks doe. Nee, helemaal nop en jendo. Daarna kan Facebook van mijn part het heen en weer krijgen. En dan ga ik lekker proberen te trachten om een vlog in elkaar te zetten. Ja, en dan hoop ik ergens dat die morgen online kan komen. Komt dit filmpje dus nog bij. En voor mijn water. Zo, water erop. Dat, ja, dat is omdat dat lust, hè. Ik zou het niet moeten, hoor. Jullie? Nee, ja. Nee. Nee, niet doen. Nee. Ja, dat bedenken dat er wel mensen zijn die dat wel doen, hè. Ik heb een man gekend. Als er, die had roskatten.
En van die agorakatten waren dat. En dan had hij, hoe heet dat blik, met die blikjes, met die gouden sterretjes er allemaal op. Nou ja, dat weten jullie wel als ik dat zo benoem, ik weet niet hoe dat heet. Ik heb dat dure merk niet. Maar zodra er een merk, van dat merk weer iets nieuws uitkwam, een nieuwe smaak. Wat deed die gek dan? Moest hij het eerst zelf proeven. Deed hij het op een boterham. Ging hij dat zelf proeven. Zolang hij het niet lustte, kregen zijn katten het ook niet. Want dan hoefde die het ook niet te hebben, wat hij niet lustte. Wat hij wel lekker vond, mochten zijn kat ook hebben. Nou, er zit er toch een draadje daar van binnen los. Als jij honden- of katteneten gaat eten, ja, dan zit er bij mij, volgens mijn idee, een draadje daar van binnen los. Toch? Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne, gezellige, liefdevolle, warme zondagavond toe, met Gods zegen. Blijf binnen, want het is koud, heb ik al gehoord. Dus ja, probeer binnen te blijven. Als je niet weg moet, blijf binnen. Ook kan het glad zijn hier en daar. Dus als je al weg moet, denk daar dan ook aan. Ja, want dat is voor de komende dagen is dat ook voorspeld. Denk daarom. Ja, dus in het verkeer, denk erom wat je doet. De komende dagen, dus niet alleen al vandaag, maar ook wanneer deze vlog online is, dan ook en daarna ook. Zolang het gaat winteren, is dat zo. Dus ik zou zeggen, tot kijk, tot laters. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en het is maandagochtend. Heel vroeg, ik moet nog naar bed. Ja, het is 3:45. Ik zou gisteravond, zondagavond, zou ik dus getracht te hebben weer een vlog in elkaar te zetten. Nou, dat is hem niet geworden. Sorry, balori. Maar het komt goed hoor. Wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zeg ik altijd maar. En nu is het tijd om naar bed toe te gaan. Ja, allang al. Ik had al willen leggen, maar daar is er niks van terechtgekomen. Nee. Maar in ieder geval, we gaan door met vloggen. We gaan gewoon door. En wie weet komen ze allemaal achter elkaar wel op YouTube te staan. Wie weet, ik zie wel. Maar ja, ik heb hier een apparaatje aan de selfie-stok hangen. En daar staat een fototoestel op en daar staat nog een knopje op. Dus met andere woorden, ik kan een selfie op afstand maken als ik die selfie-stok uitgeschoven heb. Maar anders wat die doet, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, hij doet twee keer niks. Misschien het batterijtje leeg, maar dan zal ik wel eens naar kijken wanneer ik daar de tijd voor heb. Ja, dat ik zeg nu gewoon, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, droom maar fijn. Morgen zal alles anders zijn. Ja, ja, want morgen moet een heleboel weer naar hun werk toe. Of de jeugd naar school, de studenten naar school, noem maar op. Die tijd heb ik gehad. Ha, 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 ha. Maar in ieder geval, ik ga lekker afsluiten aan deze kant. En ik zeg tot later. Hey kerel. Hi man. Een goedemorgen kereltje. Hé, hey, mijn rode rakker. Mijn rode dakhaas. Hé. Hey. Hallo. Hallo. Kusje. Anders krijg ik altijd een kusje van jou. Is niet eerlijk. Nee. Is niet eerlijk. Hé? Hey? Ja. Ja, we hebben alweer heel wat gedaan. Ja. En trouwens, een goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is maandagochtend. Het is 5 februari. Het is, even zien, 10:15 op de klok. Ik heb mijn bakje koffie voor mijn neus. Ik heb mijn broodje al op. Ik heb al andere dingen gedaan. Ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten op mijn hulp. Mijn persoonlijke begeleider. Die de spullen weer doet wat mijn mannetje altijd zou doen. En wat ik samen met mijn mannetje zou doen en niet alleen kan.
En wat we toen ook niet alleen konden, dus ja, zulke soort klusjes allemaal. En dan krijg ik morgenmiddag mijn eigen begeleidster, tenminste weer een begeleidster. Die doet weer met mij andere dingen, waar, ja, wat je niet met een man bespreekt, maar met een vrouw bespreekt, ja. Dingen waar ik ook tegenaan loop of wat dan ook. En vanmiddag ja, komt mijn vriendin, zusje, komt ook weer ja, op de koffie. En mijn huishoudelijke hulp komt, ja, die komt ook weer. Dat druk. En dan moet ik nog zien dat voordat de huishoudelijke hulp komt, even wat boodschappen doen. Onder andere kattenbakgritten, dat is sowieso op en dat moet komen. Ja, dus dat moet ik doen. Dus het is allemaal haasje ripje, geen bus. Oh, DHL. Ja, ik maak geen reclame hoor. Nee. Ik maak wel reclame, maar ik word er niet voor betaald, want het is gewoon een gele bus van de DHL die hier langs rijdt. Ja, noem ik gewoon even op, maar ik word er niet voor betaald, nee. Het zonnetje schijnt. Zien jullie dat? Ja, de lucht wordt niet blauw, maar wel heel donker boven zee. Jotere. Dus ja, ik denk dat er wel een beste bui aan gaat komen of zoiets, ik weet het niet. Het is wat, mijn hemel. Echt lekker donker wordt het daar. Ja, nou ja, doet er niet toe. Zolang ik nog thuis ben en droog zit. En ik bedoel, de supermarkt is vlakbij. Dus ja. Komt allemaal wel goed. Het is in ieder geval wel koud, want ik heb een paar pijn in mijn vingers gehad daarnet. Want ik ben buiten even bezig geweest, maar het was even niet te doen, nee. Ik moest even het een en ander doen buiten. Ja, ook die kerstdingen buiten, dat die ene hangt. Ik heb die ene nog op de tuintafel liggen. En ik heb nog eentje aan de moestuin hangen. Maar die andere die hekken dus nou vanochtend er eindelijk af weten te halen. Ja. Dus, nou ja, dan ben ik boven de logeerkamer iedere keer bezig. Dus, komt allemaal wel weer voor elkaar. Maar voor nu, zeg ik, iedereen, een hele fijne maandag. Degene die moeten werken, werk ze. Degene die naar school moeten, leer ze. En wees niet te lastig voor de leerkrachten. Want ze hebben al zo'n zwaar leven. En degene die niks hebben te doen, gewoon lekker een hele fijne, gezellige maandag toegewenst. En God zegen. Doeg! Ja, lieve vrienden, het is nog steeds maandag. Ja, het loopt tegen de avond. Het is bijna 6:10. Het is maandag, de derde. Nee, niet waar, ik zie kipper. De vijfde, 5 februari, ja. En mijn water die kookt bijna voor de koffie. Ja, ik heb zin in koffie. Ik ga eerst een bakje koffie doen. Zo, lekker. Een bakje koffie. En nou ja, vandaag dus veel gedaan. Die kerstspullen buiten opgeruimd op één ding nog na. Maar dat moet even de temperatuur weer even ietsje naar beneden gaan. Want het is nou nog kouder, het waait harder nu. Dus het is mij nou te koud om dat los te knopen. Die knoop moet eruit. Dat is het kerststuk wat ik op de picknicktafel heb liggen. Nou, en aan deze kant. Daar liggen de spullen, dat ga ik straks opruimen. Dat kan allemaal in de bak. En dan kan dat woensdag ook weer naar boven. En dan gaat het gelijk door naar de zolder. Ja.
Dat nu lekker een bakje koffie en ik zit even nog op Facebook. Ja, dat ook daar werd ik weer gevraagd, want er is van alles en nog wat aan de hand. Kijk je even uit, woefie, woefie, woefie toch. Moet je naar buiten? Nou. Hij wil naar buiten. Doei, doei. Zo. Nou. Gelijk naar zijn hoekje. Hij heeft een vrouwtje geroken. Ja, hij heeft een vrouwtje geroken. Moet kunnen. Maar oké, okay, ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik hoor jullie paters. Doei, doei. Ja, hallo, daar waren we weer even. Ja, ik wou jullie even wat laten zien. Ik heb de oven, die staat op aan. Die staat even voor te verwarmen. Maar ik heb maanzaadbrood gekregen. Dat moet toch even in de oven. 4-5 minuten. Ik heb een soepje gekregen. Wat het voor een soepje is, Joost mag het weten. Het schijnt kruiden te wezen. En ik heb er een soort met yoghurt erbij gekregen. Buitenlandse yoghurt. Ik vermoed Griekse. Ik heb er een klein beetje kruiden erbij gekregen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat smaken. Ik heb dit nog nooit gehad. Ja, die maanzaadbrood wel. Maar, en Griekse yoghurt ook wel. Maar die soep. Misschien dat vloggen Ellen dat weet. Dat vloggen Ellen, laat het eens even van je weten. Ja, het is ook door een vrouw klaargemaakt die een heleboel zelf doet. Ja. Vorige keer had ik prei-aardappelsoep. Had ik ook nog nooit gehad. Nee. Maar het was wel lekker. Ja. Maar hoe ze dat maakt, Joost mag het weten. Ja, het is spontaan gekomen en ja, dat, het wordt me dan gebracht, ja, op woensdagochtend, dus wel leuk, weer een verrassing. Ja, ik had er niet om gevraagd, niks, want ik is er ook al eten klaarmaken. Ja, ik ben er heel handig in, enkel ja, niet echt goed in soep. Er waren dingen wat ik van mijn moeder vroeger niet mocht en wat ik ook niet op school heb gedaan, nee. Deed veel andere dingen, wat in principe moeilijker was. En ja, dan moet je ook maar in een gezin wonen die veel soep eten. En dat dan ging, ja, één keer in de week, zaterdag. En dat was alles. Maar ik kreeg er andere klusjes opgedragen van mijn moeder. En mijn moeder maakte zelf de soep. Ja, dan, heet dat, dan kan jij dat als kind zijnde niet leren. Maar ja, maakt niet uit hoor. Ik bedoel, voor jij alleen ga je ook niet soep maken. Ik tenminste niet. Nee. Het lijkt wel gek. Ik ga niet voor mijn eentje soep maken. Dan heb ik gelijk voor een hele weeshuis. Kun je het invriezen en hier wel iedere keer weer wat. Maar nee, dat vind ik zo. Nee, dat doe ik niet. Dan haal ik liever gewoon een klein blikje soep voor mezelf en klaar hoor. Opwarmen en het is klaar, broodje erbij, voilà, eten maar. Ja hoor, komt wel goed. En nou is te wachten dat mijn oven heet is, moet een groen lichtje bij gaan branden. En er is nou maar eentje aan, als jullie dat zien kunnen. Die oranje, die. En die moet gaan branden, dan is die groen. Ja, dus. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik hoop dat het me straks gaat smaken. Want ik zal die pizzabroodjes zo meteen in die oven doen. En dan, terwijl die in de oven zit, ga ik dat beetje soep opwarmen. En dan gooi ik er een beetje yoghurt doorheen, wat kruidjes er doorheen. Klaar. Simpel. Nou, ik zou zeggen, laters.